Mijn naam is Christian Klauwers. Ik ben in eerste instantie fotograaf. Ik ben eigenlijk een beetje een beeldverteller. Ik onderzoek het spanningsveld tussen mens en natuur. En ik zit daarbij op de oceanen en ik bezoek de poolgebieden. Ik documenteer die gebieden voor toekomstige generaties. En ik breng een verhaal in beeld van biodiversiteit, van klimaatimpact en wijziging, van stijging van zeeniveau en verzilting van zeewater enzovoort. Mijn missie is zoveel mogelijk mensen bereiken en eigenlijk mee bewust maken. En dan krijg ik heel dikwijls de opmerking, ja, maar iedereen weet ook dat er een probleem is. Ja, akkoord. Maar eigenlijk zijn beelden een toch wel missing link tussen wetenschap en inzet van beleid. Dus wat ik wil doen is met die beelden eigenlijk die kloof dichten. Dus die beelden die heb ik ook zo op de klimaatstop gebracht. Voor de tweede keer heb ik nu België mogen vertegenwoordigen. En dat doe ik met heel unieke beelden van unieke gebieden, van ecologische systemen die kwetsbaar zijn en waar dat impact heel duidelijk waarneembaar is. Mijn wens aan de toekomst toe is dat iedereen in zichzelf gaat kijken. En alles begint bij onszelf, denk ik dan. Dus we kunnen wel de vinger wijzen naar India en China en noem maar op. Maar als iedereen een klein beetje moeite doet, dan hebben we sowieso een betere toekomst voor ogen. Mijn doel voor 2030. Wel, jaarlijks werk ik projecten uit. Ik hoop dat ik tegen dan een heel groot bereik heb met die projecten. En dat ik ook de financiën uiteindelijk op heb. Voor echt carte blanche eigenlijk boeken te drukken en presentaties te mogen geven. Dus, voilà.